Is het inderdaad die zanger met een J, meneer Jangu? Inderdaad, ja. De tweede uitzending van Humberto bij Radio 1. Elke vrijdag van 2 tot 4. Schitterende gasten. Hier zitten ze. En dit zijn de 3 minuten van de uitzending. Goedemiddag, live vanuit Vondel CS in Amsterdam. Nee, ik heb gekeken, maar ik heb niet alleen op één gekeken. Ik heb ook naar Jinek gekeken. En vertel. Ik zie geen verschil tussen de twee talkshows. De journalistiek doet soms heel goed zijn werk. Het is niet Jolink Gerard geworden, maar inderdaad, ja. Jean-Louis McCroy gaat naar Nederland naar zijn festival dit jaar. Die uren, je telt ze helemaal niet. Heel eerlijk, ik ga met dit vak nooit miljoenen verdienen. Maar ik heb wel kippenvel over het feit dat je door 3 sterren die erkenning wereldwijd hebt. Dus ik zou ook tegen de Canadezen willen zeggen, en we hebben ons hulp al aangeboden. Mensen, ga je verenigen. Ga samen met de regering om de tafel zitten. Want dat is de enige manier om gezamenlijk deze ellendige toestand te proberen tot een einde te brengen. Wat is jullie kracht dat je zo makkelijk binnenkomt bij Zlatan, Ronaldo of bij wie dan ook op dat vlak? Dat begint omdat we gewoon een ijzersterk account hebben en we worden gevolgd door deze jongens. Ik bedoel, Cristiano is al jarenlang een actieve volger. Oh, je mag Cristiano zeggen? Ja, natuurlijk. Schaken en boksen. Ja, afgelopen woensdag in Paradiso werd geschaakbokst. 6 rondes schaken, 5 rondes boksen en je wint door de ander knock-out te slaan of schaakmat te zetten. Oké. Okay. Maar het loopt desastreus af als het verliefde stelletje in de videoclip zelfs op de fiets met elkaar blijft appen. Een reunie is eigenlijk per ongeluk heel erg maatschappelijk betrokken geworden. Hiermee impliceert ze eigenlijk, omdat Jovanka donker en vrouw is, had ze dus van tevoren bedacht dat ze dienend zou zijn. Hoe kwaad was jij? Nou, ik was woest. Want dit is gewoon niet alleen vrouwonvriendelijk, het is ook racistisch. Zij beoordeelt haar op haar uiterlijk en haar seksen. En daar, op basis daarvan had ze dus het oordeel aan vooraf. Dat is een dienende rol voor Jovanka. Tegen de witte. Wat is dat voor column? Ja. Ik moet zeggen dat toen ik dit las, ik ook even dacht van zo, dan heb je een verknipt wereldbeeld. Sneller. Ik blijf eens even sneller noemen hoor. Want anders ga ik je Lars en sneller door elkaar noemen. Maar dan. Maar dan blijf ik meneer Tan zeggen. Oké, okay, nee, zeg maar Humberto. Merk je wel dat het eten een belangrijk onderwerp is bij de talenten die jullie begeleiden, of in ieder geval die bij jullie eten? Als ze binnenkomen, niet. Maar, want dan denkt men van, nou, ik heb zoveel talent, ik kan het wel even redden. Ja, Helene, kom eraan hoor, want ik kreeg net een berichtje van Jangu McCroy. En die zegt van, dank voor de mooie aankondiging. Het was een bijzonder moment voor mij en mijn team. Door alle gekke drukte om mij heen kon ik niet opnemen eerder, want ik had hem gebeld. Maar we spreken elkaar vast nog. Dit was het alweer voor deze week, Humberto. Volgende week ben ik er weer tussen 2 en 4 NPO Radio 1.